is het fout om je beter te voelen dan iemand anders? Ik ben Aziz Mesoudi en in deze video ga ik jou uitleggen waarom ik denk dat het juist super goed is als jij je beter kan voelen dan iemand anders. Het kan zijn dat je nu op je stoel zit en denkt van, wat is dat nou? Hoe kan je je nou beter voelen dan iemand anders? Is dat niet verkeerd? Is dat niet arrogant? Ik begrijp waar dat vandaan komt. Dat is mij ook altijd geleerd. Mij is altijd geleerd, oké, zorg ervoor dat je niet beter bent dan iemand anders. Of laat in ieder geval niet zien dat je beter bent dan iemand anders. Maar wacht eens even. Op het moment dat we gaan kijken hoe de echte wereld in elkaar steekt. En wat wij als mensen daadwerkelijk van binnen hebben. En wat onze psychologische triggers zijn. Dan zit dat heel anders in elkaar. En dat is waar ik het over wil hebben in deze video. Ben je er klaar voor? Oké, let's go. Heb jij iets waarin je uitblinkt? Ja, dat is een vraag aan jou. Heb jij iets waarin jij uitblinkt? Ja? Oké, cool. Want dat is goed. Dat is super goed. Dus je bent in iets beter dan misschien wel veel andere mensen. Kan dat zo zijn? Ja. Als dat zo is, waarom mag jij je dan niet beter voelen dan die mensen? Op dat gebied. Het is zelfs zo, stel dat jij een expert bent en het is zo dat je hebt een boek geschreven, je wordt geïnterviewd, je zit in alle spraakmakende bladen, sta jij in en deel jij je mening en doe jij je ding. En het is heel erg duidelijk voor 97% van jouw markt, van jouw doelgroep, van jouw sector, dat jij degene bent die daar het meeste over weet. Zou je dan niet beter mogen voelen dan de anderen? De andere mensen denken al dat je beter bent dan hen daarin. Dus waarom zou jij je niet beter mogen voelen? Het gevaar zit hem in het negatieve zwarte aspect dat ermee samen kan komen. Dat je je arrogant gaat gedragen. Dat je jezelf daadwerkelijk... dat je jezelf beter voelt is niet het probleem. Maar dat je de anderen gaat zien als minder. Gaat behandelen als minder. En het wordt een wij-zij verhaal. Dat is waar de negativiteit in komt, waar heel veel mensen bang voor zijn. En uit voorzorg voor die negativiteit, zoals we het eigenlijk allemaal doen met de waardes die we mee hebben genomen uit de industriële tijdperk, is beter niet. Beter niet. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En daarom wordt er denk ik vanuit de maatschappij heel snel gezegd van, hey, je mag je niet beter voelen dan iemand anders. Terwijl het juist, denk ik, heel erg passend is om je juist beter te voelen dan iemand anders. Dat gaat veel meer in lijn staan met jou als mens zijnde. Je hebt een overlevingsdrang, je hebt een bepaalde drang om uniek te zijn, je hebt een bepaalde drang om complimenten te ontvangen over bepaalde zaken, want dat zorgt ervoor dat jij je goed voelt. Er zijn hormonen die vrijkomen op het moment dat jij een compliment krijgt over iets. Er zijn hormonen die vrijkomen op het moment dat je erkend wordt. Dat zijn positieve hormonen. En dat is een psychologische trigger in jouw hoofd. Wij als copywriters maken daar heel erg slim gebruik van in reclames. Of je dat nou door hebt of niet. De reden dat heel erg veel mensen bepaalde zaken kopen, is omdat zij graag ofwel dat als eerste hebben, of graag gezien willen worden met dat product, omdat het een bepaalde status aangeeft. Dus er zijn heel erg veel psychologische triggers die gebaseerd zijn op dit. En daarom is dit videootje zo belangrijk. Want de maatschappij leert ons wat anders, maar zelfs in de politiek zien we, ik ga in die partij, dat past beter bij mij en niet bij hun. Dus de drang om je te identificeren, om je beter te voelen dan de ander, is er al. En toch geven we dat niet mee aan onze kinderen. En ik denk dat dat wel iets is waar verandering in mag komen. Nu je begrijpt dat die drang in jou zit en dat dat een drang is dat in jouw lichaam zit, in je brein zit ingegraveerd en dat is iets is wat aanwezig is in jou, is het dan verstandig om dat te blijven ontkennen? Het is hartstikke gezond, denk ik, om jezelf beter te voelen dan iemand anders. Want je hebt er heel hard voor gewerkt. Je bent nu op een bepaald niveau en je bent nooit beter dan iemand anders in alles. Misschien ben jij wel beter en heb jij veel meer verstand over Bitcoin, nanotechnologie, over misschien wel wetenschap, medisch. Maar kan je niet eens aardappelen pakken of koken? Of kan je niet eens even een simpel kopje thee zetten, bij wijze van spreken? Dus daar zal iemand anders weer veel beter in zijn. Dus er zijn heel erg veel verschillende vlakken waarin andere mensen veel beter gaan zijn dan jij. En als ik kijk naar de experts die ik volg
En het is ook de topsporters waar ik mee heb samengezeten toen ik zelf nog topsport deed. Als ik zie wat voor een rijke mindset die mensen hebben, is ongelooflijk. Die zijn open, die willen altijd alles leren en die zijn altijd bereid om iemand anders te leren die nog niet zo ver op de reis is als zij zijn. En ik denk dat dat juist gezond is. Dus dat je beseft van, hé, ik ben beter in iets, maar ik wil ook beter zijn dan anderen in iets. Ik wil uitblinken in iets, en ik wil dat mensen weten dat ik ook beter ben dan iemand anders. Anders zou ik deze video bijvoorbeeld ook niet maken. Als ik weet dat ik niet beter ben dan, laten we zeggen, 80% van de copywriters in Nederland, dan zou ik deze video nooit durven maken. Dus het komt samen met een bepaalde zelfzekerheid. Maar is dat dan de reden zou ik dan andere copywriters minder moeten vinden? Zou ik die niet moeten helpen? Dat is, nee, juist helpen. Ik leer daar ook van. Die experts leren ook van de mensen die nog niet op niveau zijn waar zij zijn. Dus ik wil dit heel erg duidelijk maken van jongens, het is oké om je beter te voelen dan iemand anders. Nee, het gaat je persoonlijke ontwikkeling niet in de weg staan. Het gaat het juist vooruit helpen. Zolang je het maar een gezonde plek geeft en weet dat andere mensen, 1, op een dag beter zullen zijn dan jij. 2, ze zullen op andere vlakken waarschijnlijk veel beter zijn dan jij. En sta open om te leren van elkaar. Ik denk dat dat veel gezonder is dan die narrow-minded, hey, het is niet oké om je beter te voelen dan iemand anders.